Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van HZMP. Ik ben hier vandaag met Pontus en Tom. Hallo allemaal. Hallo. En we maken even een video tussendoor vandaag, want helaas is onze base ontdekt en hebben we moeten verhuizen. Oeps. Oké, ik heb al sorry gezegd, ja jongens. Ik had in de vorige aflevering, had ik mijn koorts aanstaan. Ik heb er nu een rood knopje op zitten, zodat ik dat niet nog een keer kan doen. En we gaan vandaag gewoon verder op onze nieuwe plek. Yes. Dus hier ben ik, eventjes voor de mensen die het niet konden zien in de intro. We stonden zo. Ik ben die andere jongen. Yeah. En dit is ons nieuwe base. Het is een hokje van klei. Misschien verklaart dat stiekem waar we zitten. Misschien ook niet. Wie weet. Eigenlijk wel. Eigenlijk kan je nu al zien dat we ergens in een kleigebied zitten. Maar waar? Dat zeggen we niet. Inderdaad. Dus, maar dit is heel erg cool voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Dit is nieuwe terrain generation. Dat komt in 1.7 pas, alleen ze hebben het in deze server hebben ze het al. Het zijn kleibergen. Mag ik naar buiten lopen en kijken of niet? Dat mag niet. Heb je F3 aanstaan? Nee. Dan mag het. Ik kijk wel gewoon naar beneden en dan kan ik zeg maar het uitzicht niet. Ik zal de deur open doen voor je, oké? Stop maar even. Waarom wachten jullie nooit op mij? Dan ben ik weer een dikke jongetje bij de gymklas. Jij bent een dikke jongetje uit de gymklas, ja. Ik merk het weer. Hoppa. Zeker. Het is donker. Ooh. It's dark outside. Oh, naar beneden kijken. Kijk hoe dit gebied eruit ziet. Oké, fuck it, ik kijk wel naar voren. Kijk, dit is. Kijk dan hoe cool die kleefberg eruit ziet. Ik bedoel, even. Ja, sorry jongens, maar dit moeten we toch laten zien hoe cool dit is. Dit zijn bergen van totale klei. Oké, we gaan weer naar binnen. Oké. Oh, fuck. Voor own safety, kijk dus even naar beneden. Maar goed, die bergen bestaan dus uit verschillende lagen klei, zoals je hier ook ziet. Gaan we door allemaal verschillende lagen klei helemaal naar beneden. Naar onze base. Sorry trouwens jongens, als je me hoort sniffen, ik ben een beetje verkouden hoor. Maar ik neem speciaal voor jullie allemaal dingen op. Want zo ben ik. Zo lief, joh. Ja, hè? En dit is onze base. Ze hebben alle spullen meegenomen. Mocht je de eerste video hebben gezien en gedacht hebben van... Oh, koorts, ik ga erheen, ik kan. Het is geboobytrapped. Ja, hard. Je gaat gegarandeerd dood. Ja, dat is niet waar, maar dat maakt niet uit. Jongens, dus we hebben al een beetje een begin dingetje uitgegraven. Ik stel voor dat ik bezig ga met de farm. Prima. Ja. Dan ga ik wel een mooie ruimte maken waar we de enchanting setup kunnen maken. En Tom, misschien kan jij een mooie ruimte maken voor de potion and brewing. Oh, dat is wel een eer. Ja, hè? Oké, Waar is al onze shit heen? Ik denk in onze inventories. Oh. Ja, ik denk het ook. Ik kan wel even een kist extra maken. Ik heb hier wat hout. Oké. Okay. Als jullie het nodig hebben. Zijn we zo weer bij jullie terug, jongens. Ja? Hoezo? Gaan we niet gezellig cool doen? Okay, of gaan we dit opnemen? Ik vind het ook prima. Ja. Dit gaan we gewoon opnemen, toch? Prima. Okay. We gaan gewoon een gezellige tijd hebben met z'n allen. Prima. Ik ga dat torch eerst even. Ik ga hem hier achter maken, heb ik besloten. Doe ik hem aan de andere kant, oké? Doe ik die ruimte hier. Dan ga ik hier door. Ja, ik ga deze kant op. Okay. Waarom doe je dit in de hoeken, niet mooi in het midden? Ik doe het niet in de hoek. Ik doe hem mooi in het midden. Maar wat hebben jullie gedaan vandaag, jongens? Ik ben naar school geweest. Ja, was leuk. Echt leuk. Was het interessant? Iedereen is zo stil. Waarom is iedereen zo stil? Ja, ik heb vandaag gewerkt. Ja. Een drukke dag. Ik had vandaag, het was zo kut. Ik had dus zeg maar, niemand had me verteld dat we bij de Nederlandse toets, zeg maar, ik wist alleen dat, oh fuck, dat we er geen cijfer voor zouden krijgen. Ik dacht, mooi, maak mooi snel, dan ga ik naar huis. En toen bleek dus dat als je niet genoeg goed had, dat je dan naar bijles moest. Dus ik moest naar bijles. En dat was zuur. Dus dan moest ik vandaag heen. Dus ik had van 9:30 tot 10 had ik les. En daarna had ik van 2:30 tot 4:30 les. Dus ik moest van 9:30 tot laat moest ik op school zijn. En dat was echt kloten. En ik had er zo'n hekel aan, want dat was zo makkelijk, die bijles. Alleen... Ik moest er zijn en nou ja, toen zei die lerares ook van, volgende les hoef je niet meer bij te zijn.
Maar dat was dus mijn dag, dat was behoorlijk kut. En toen, toen was Joris online, dus toen heb ik met Joris gechilled. Okay, en dat was mijn dag. Maar Rick is net online gekomen. Dus... Rick? Rick. Oh, wacht, dat werkt natuurlijk niet heel lang. Nee. Dat is jammer. Ik ga even hoi zeggen. /CHG. Hoi. Hij zit ook in Pontus chat. Rick is met alleen een K. Ja. Correct. Oh fuck! Correct. Het mag, het mag. Ik heb begrepen van de admins dat we je mag Dutch praten, of Nederlands praten in de general chat. Maar we vragen je, doe het alsjeblieft in de Pontus channel. Alsjeblieft. Dat is echt heel erg leem voor de mensen die op deze server zitten en ons niet verstaan. Daarom hebben we gewoon een apart channel. Daar kan je zodra je inlogt /CH Pontus doen. Kan je gewoon lekker Engels praten. Ik bedoel Nederlands. En wil je dan toch Engels praten, dan doe je weer /CH Global. En dan zit je weer in de Global Chat. Kan je Engels praten. Mooi. Precies. Had er iemand ook brewing zooi voor mij? Ik heb hier... Hoppa. Oh, mooi. Twee moet stuks. Je alleen, ja, moet je alleen, ja, dan kun je twee broom stands maken. Oké. Dus even kijken, hoe gaan we dit aanpakken? Dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Helemaal jouw eigen projectje. Ja, ik klopt en ik wil iets vets doen, maar... Wat maak jij ook weer? De Enchanting Home. Moet die farm groot zijn? Groot, groot. Ik weet niet of we koeien gaan houden hier zo. Ja, maar dit wordt gewoon een weed farmpje. Goed. Goed. Dus ik maak hem niet zo heel groot. Oké. Okay. Dus even kijken. Helemaal oké. Okay. Hier, voor jullie een blokje dirt. Dank je. Goed. Had ik water bij me? Nee, ik heb geen water bij me. Ik heb wat water halen uit boven. Okay. Dat is helemaal goed, jongeman. Tom, ik zeg even tegen Rick dat hij aan jou de koorts kan vragen. Is helemaal oké. Okay. Ik wou zeggen aan Jos, maar dat is ook dom natuurlijk. Ja, dat is niet zo handig. Ja, dat is dom. Wow! Oeps, ik ben al weg. Oh. Ah, het was grappig geweest als je echt dwars door het plafond weer weg was gepillerd. Maar daar zit een trap dus. Ja, ik wilde de trap een beetje mooi maken, maar jij hebt het weer verpest. Sorry! Zo, ik vind dit groot genoeg. Ik vind het cool dat zeg maar de onderste laag van de muur ook bruin is. Dat vind ik cool. Ik wil alleen wel de muur een andere kleur dan de normale klei. Dat vind ik nog niet helemaal cool. Dus ik laat hem maar gewoon zo. En we hebben deze. Zo. En dan graven we het mooi uit. Graven we het mooi netjes uit. Oh, wat ziet die gravel er dan opeens lelijk uit, joh. Ik wil die grond. Bleh. Nee, lelijk. Nou jongens, waarom zijn jullie dan zo stil? Ik ben aan het typen. Ik ben aan het denken. Ik ben aan het denken, hoe moet ik dit gaan aanpakken? Ja, doe het hardop. Nou ja, ik wil eigenlijk best wel een vette enchanting room maken. En dan iets zwevends ofzo. Dat lijkt me wel vet. Iets zwevends? Ja. Zoals magie. Ja, oh, ik zie jullie namen. Zwevend, zwevend. Ja. Het is een beetje lastig dit. Het wordt in ieder geval gewoon een bitch-ass vette kamer. Nou, Jos. Hey. Denk eens aan je taal, Jos. Oké, mijn excuses. Het wordt een giga kek vet coole kamer. Een kek vet? Kek? Yes. Jongens, heeft er iemand toevallig water bij zich? Ik ben net water gaan halen, vriend. Oh, dat is fijn. Ja, maar ik heb er pas eentje en ik moet straks weer terug en dan die hele... Weland de berg weer op. Waarom neem je niet twee emmers mee?
dat ik die hersencapaciteit niet heb. Oh, dat is zo typierend aan jouw schapenidee. Ik had maar één emmertje. Ja, ik heb 52 eieren in de kist zitten, vriend. Ja, ik heb er ook een zootje. Oh, trouwens, ik haal eventjes alles wat niet klei is uit de bovenste, uit de onderste kist. Onderste kist is alleen klei. Ja, vrienden? Ja. Oké, okay, you get it, my boy? Oké, I get it, my boy. Ik denk dat we deze hardened clay blocks al een tijdje vrij snel zat worden. Denk ik. Ja, ik wil er graag quartz bij. Dat lijkt me mooi. Ja. Zullen we de muur anders, zeg maar, wat nu clay is, van hout gaan doen? Van die oak, ja, van die spurswood planks? Een ander blokje, inderdaad. Ik denk dat het wel mooi staat, want kijk, ik wil het plafond ook geen geel. Kijk eens, Jos. Eens even kijken. Deze houtkleur wil je? Ja. Ja, kan okay, prima toch? Kan prima. Nou, mooi, doet meteen deze hele farm. Oké, kom eraan. Hebben we hier nog, meest prima trouwens nog leather, of niet? Ja, in de chest. Ik heb geloof ik een klein beetje bij me. 24. Oh, dat is niet een klein beetje. Oké. Nee, bovenste. Bovenste. Ja, ik heb niks in de onderste kist gedaan. Ik ga nu mijn kleed er terug in doen. Oh, niet de dirt. Niet de dirt. Kom, ben jij het daar ook mee eens trouwens, dit hout? Ik vind het ook nog ontzettend lelijk, hè? Hebben we sugar reed? Sure. Oké. Vind je het echt lelijk? Lang. We hebben geen sugarcane. Nee, dat is een beetje een weg. Wow. Die moet namelijk wel in de farm, anders kunnen we geen boeken bouwen. En ook geen boekcases. Stond er beneden niet iets. Pons, kom eens even kijken bij mij. Ik heb water. Ik ben bezig. Sorry hoor. Tom? Ja? Ben je er vandoor? Kom eens even kijken bij mij. Okay. Wat vind je van dit design? Wauw. Ja, vind je het wat? Indrukwekkend, Jos. Indrukwekkend. Ja, hier komen dan de boeken. Maar de boeken zijn gejat dus. Ja, ik denk het wel. Helaas. Ik weet het, dat is wel knap, want mijn aflevering heeft echt 5 minuten online gestaan. Maar je pakt wel de enchanting tape. Mm-hmm. Maar ja, maar ik wist nog niet zeker. Kijk, want als ik de boekcases zou mollen... Dan was het hout weg. Dus ik dacht, ik heb nog wel tijd. Omdat Jos zei dat hij om 7 uur thuis zou zijn en het toen 6:30 was. Ja, maar toen ik, dat is inderdaad pas toen ik thuis was, alles weg was. Ja. Het is echt daartussen geweest hoor. Ik ben echt 30 minuten niet in de server geweest toen. Oké. Okay. Dus dat vond ik best wel apart. Kut. Ja, je zou natuurlijk ook zo lief kunnen zijn. Natuurlijk boekenkassies Hey? Je zegt er nu tegen iemand oeps, bedankt Biontes. Kijk, ik heb nog wel meer iron en ik wil er 2. Oh wacht, ik kan ook in de kist kijken, maar ik wil verse iron. Ik wil wel verse. Hier heb je er nog 2. Robin, hey. Hij zit Robin. In het rij. En hij gaat gelijk weer weg. Meh, fuck dit. Meh. Ba-ba-dam. Hey, fuck. Ik ooit de iron op de grond. Waarom hoorde ik een echo van die NPL? Wil ik er 2 wegzetten? De ene klonk echt een stuk harder dan de andere. Ja, dat had ik ook. Apart. Wat raar. Dat is apart. Wat raar, hè, Tom? Ik kan het niet uitleggen. Hé, man. Ik speel het met mijn mama. Hé, man. Oké, dat is goed. Is wat. Even kijken. Papa, ik heb iets doms gedaan. Ik denk dat ik sugarcane ga zoeken. Alweer zo. Ik ga op zoek naar sugarcane. Dan weten jullie dat. Is de brewing station al klaar? Ja, het is al klaar. Hadden we een nether ward, Jos?
niet. Nee, volgens mij had James die namelijk bij en die is helaas dood gegaan. James. Of het is uit de kisten gehaald. Oké, maar ik ga er net weer niet meer in. Nee, dat moeten we even regelen. Ja, waarom zetten jullie trouwens steeds die blokjes dirt verkeerd? Nou, staat gewoon goed, Jos. Alleen had ik er eentje extra bij. Nee, je moet ze namelijk eentje dieper wegzetten. Want dan lijkt het een deel van de muur. Anders moet er steeds gas terug op groeien. Ik ben Jos, ik weet alles beter. Ja, Jos. En trouwens, telkens, ik ben hier net gezet. Ja, maar je hebt echt al vier keer de deur geopend. Al vier keer doe je het op die manier. Nee, jongens, niet meteen echtelijke ruzies hier. Het spijt me, jongens. Verdorie. Je laat ook elke keer bril omhoog. Ja, potverdorie. Stelletje fucktards. Pontus, doe de bril nou eens naar beneden. Zeg ik zit altijd. Ik zit altijd braaf. Ik ook. Zeg ik. En dan komt mijn zus en dan zegt ze, ik was het. Het is trouwens allemaal keihard bullshit. Ik weet dat je liegt. Je liegt altijd. Ik lieg altijd. Decoratie. Oh nee, ik heb een torch te weinig. Ik vraag me alleen af of ik hier ooit zeg maar sugarcane ga vinden. Maar ik moet heel even Robin helpen. Je moet niet de koorts gaan typen nu. Nee. Vraag de koorts aan Tom. Nee, Robin is net ingelogd. Of Rick geeft aan, Robin is net ingelogd, maar hij is door de spawnvloer heen geglitst. Dus nu zit hij onder water. Wat best wel vervelend is. Dat is best wel vervelend. Fix your game, Dinnebo. Ja, Dinnebo. Hebben we zaad? Heel veel zaad. Ik ga buiten even zaad halen. Kijk eens aan, jackpot. Moet je het in mijn trekhoekje doen? Moest je nou net zo lachen of zo giechelen als Tom? Nou, fuck off. Wat? Word eens volwassen, Tom. Maar ik ben al lang niet volwassen. Nee. Yes, ik heb 24 sugarcanes. Dat moet voorlopig al genoeg zijn, denk ik. Denk het ook wel. NL. Wow, NL. Baby zombie. Oh, fuck mij. Die maakt je echt zo hard dood. Jongens, ik... No! Wat? No! Ben je dood? Exclusieve footage van Jos is dit allemaal, man. Ja? Mijn harde schijf zit vol. Ah. Weet niet hoe lang al, ik moet even wat weggooien. Ah. Hey. Dood ging, zeg maar. Ik was al helemaal naar boven gejeest. Gaat hij weer weg? Gaat hij er weer uit? Hoeveel ruimte heb ik nu? Zo, even 200 giek weggegooid. Potverdorie, doet hij even. Doe ik even. Oké, jongens, daar zijn we weer. Ik weet niet hoeveel we gemist hebben. Mijn harde schijf was vol, dus... Mocht je nou iets gemist hebben en zoiets hebben, ik ben benieuwd wat er in de tussentijd is gebeurd. Kun je altijd even naar Jos toe gaan. Maar dan gaan we gewoon wat langer door. Want ik ben waarschijnlijk pas 3 minuten aan het opnemen nu. Wat we ondertussen gaan doen is even zaad zoeken voor de farm. Hier bovenop is toevallig. Jos. Gras. Want jij doet het ook. Je doet het ook verkeerd. Wat? Nou, misschien moet je dan aanpassen aan ons, Jos. Ik kan het even laten zien. Kom eens even terug, Pont. Dan laat ik het zien. Nee, ik ben even in gevecht. Oké, dan niet. Laat me zitten. Is het belangrijk? Ja. Het gaat om design. Het gaat om onze beest. Die niet 1, 2, 3 gevonden wordt, zeg maar. Ja, ja. Je moet namelijk de dirt gewoon onder dat blokje... Het ene blokje dirt dat voor de klei zit plaatsen. Oh, hoe weet hij dat ik koorts heb? Wie heeft koorts? Die kerel zegt, je bent je koorts vergeten te knippen. Oh, wat met een K. Oh. Nee. Met twee O's. Hoe knip je koorts eigenlijk?
Ja, dan, weet je wel, dan zeg je, dan pak je hem bij de wow, dit is sick. Wow. Dit ziet er prachtig uit, jongens. Oh, kut. Kijk die, ja, ik kijk die anime aan. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ik sta onder de boog. Oh, kill me niet. Oh, kill me niet. Oh, vier hartjes. Want ze gaan even je farm een klein beetje aanpassen. Relog zo hard. Waarom gaat die farm dan niet kapot van het springen? Miep. Ah, oh, je bent echt een griever. Omver. Ja, maar anders kan ik toch de ding niet plaatsen. Totje. De melone. Hey, de sugarcane gaat niet daar. Niet. Bah. Nee. Bah. Bah. Doe niet zo vies, Jos. Nou, dan niet. Dan niet. Echt. Potverdorie. Tom, jij krijgt dadelijk een klap op je gezicht met een ho. Hier, pak aan. Wow. Even kijken hoor. Oh, iemand heeft het IP omdat jij uit en inlogt in je video. Ik hè? Ja, het staat bij mij, jongens. Echt alle de HCSMP en de Hunger Games IP staan in elke beschrijving van elke video. Ook al is het niet eens een Hunger Games of een HCSMP aflevering. En toch zijn er mensen die gewoon... Zeg het IP nou eens. Je denkt ook nooit aan de mensen die het ook willen doen. Echt. Ik denk van... Turp. Ik wil wel zeggen dat je een... niet zo slim iemand bent. Maar ik doe het maar niet. Want het is onaardig. Ja. Oh, ik own die skeletons. Ik ben wel zo de weg kwijt trouwens nu. Nee, ik weet waar dit is. Ik weet waar het is. Het is daar. Het is daar, jongens. Rustig maar. Ik heb het al gevonden. Okay. Het is trouwens... al dat gras is bijgegroeid, hè? Het was eerst niet allemaal met gras, maar nu is het allemaal met gras. Okay. Tommetje, is dit een oneindige waterbron of is het gewoon... de middelste. Als je de middelste pakt... Geweldig. Dat moest ik hebben. Ik ben ook geweldig. En dat weet ik, Tom. Daarom zeg ik het ook nog even. Okay. Mag ik een slaapkamer maken? Jongens. Dat mag jij van mij hoor, ik vind het helemaal prima. Jongens, waarom zie ik drie namen hier beneden? Er is iemand halverwege de trap aan het shiften. Wat? Ja, dat is fuck, Pontus. Serieus. Dat is Pontus. Nee, serieus, tussen ons in. Kijk, ik een shift nu. Zeg je het? Er zit hier iemand tussenin, man. Doe alsof niks aan de hand is, man. Is het Foxy? Oh, I kid. Het is zo heerlijk om dan die spanning terug te voelen in die aflevering. En jullie dan helemaal stil. Echt helemaal bedacht. Echt... Ik had mezelf eigenlijk gemute. Oh, kut. Waarom? Je voelt je wel echt stoer, hè? Ja, ik vond het leuk. Weet je waarom? Ik heb genoten. Weet je waarom? Weet je waarom ik mezelf gemute had? Ja? Omdat het vadertje vroeg of ik mezelf mijn huiswerk af had. En? Heb je je huiswerk af, Tom? Dat weet ik. Zo met mooi. Oké. Zo. Dan vind ik het een goed idee om nu mijn huiswerk te bekijken. Ga dat eens even doen, jongen. Midden in een aflevering. Oh, in dit. Gewoon YOLO. Ja. Ik heb de eerste wheat van de farm. Wheat. Nice. Of doet de ik website wil wel even wat dirt hebben. Maar ik zie alleen maar clay. We hebben geen dirt meer, zeker hier. Jawel, ik heb nog 18 dirt. Oh, yes. In de kist. Thank you. Ik? Hè? Ja? Ja, Pons. Ik wil deze laag... Ja. ...van donker clay maken. Ik vind die planks echt ontzettend lelijk. Nee, die planks als je alles donker hebt met planks. Dat is toch mooi? Nou, niet alles is donker nu, of wel? Hm? Wil je naar sfeerverlichting of niet? Sfeerverlichting? Nou dan. Help. What the fuck, Tom? Oh, oeps, dat is geel. Wil je nou een seksueel getinte slaapkamer of niet? Hm? Ja, ik hou me vast.
Ja jongens, zo stom. Zo kennen jullie hem weer. Wat ben je trouwens lang uit video's geweest, Tom? Ja, hè? Ik denk wel 2 maand. Ja, ik werk nu bij de CSI. De FBI. CSI is een tv-programma. Heb ik gezegd dat ik voor de politie werkte? Volgens mij ben ik gewoon een acteur, hoor. Ik weet niet wat er nou met jou aan de hand is. We weten allebei dat je faalt. Yes! Ja, goed zo. Zeg jij maar niks meer. Nodig van buiten. Mute jezelf maar. Een leven. Heb je die voor me? Ik lust wel een patatje eigenlijk. Ja, oh ja, ik ook wel. Met pindasaus en een hamburgertje. Oké, ja, volgens mij hebben ze het niet hier zo. De deur is weer niet goed dichtgemaakt, Jos. Jos. Ik was niet als laatste binnen. Waarom zou ik mezelf blamen? Ja, wie was als laatste binnen? Jos. Ik was niet als laatste binnen. Meneer, er staat iemand op de trap. Oh, ik shift echt meteen. Oh, wat ernstig, ik verstond alleen maar, er staat iemand op de trap. Dus ik shift, zonder dat ik ook weer dacht van, wacht eens even, kort eens. Waarom ging ik niet eigenlijk naar buiten? Oh ja, ik vond hem beledigd. Zo. Ik maak nog eventjes de... welk blokje moet ik nou doen? Die. Verdomme. Clay overload hier zo. Hopla. Hopla, dat is een tv-programma. Cool, hè? Ja. Voor kleine kindjes. Ja, dat kijk ik ook altijd. En dat konijntje top. Nou, ik moet bekennen dat ik echt... Nou, tegenwoordig eigenlijk niet meer, want ik kijk echt nooit meer tv. Maar vroeger als ik ziek was, ook al was ik te oud voor tekenfilms. Dora kijken en zo. En Dora, dat soort shit, omdat dat er 's ochtends op was en dan was ik al vroeg wakker. Hebben jullie je wel eens naargevoeld over het faken van dat je ziek bent? Ik bedoel, kom op, iedereen heeft wel eens gefaked dat hij ziek is. Ik heb... valt wel mee. Nee. Ik heb echt menigmaal gefaked dat ik ziek was, gewoon omdat ik dacht van nu wil ik een keer een dag niet naar school. Jos, jij hebt de meeste ervaring van ons allemaal. Met wat? Met faken dat je ziek bent. Nou, je hebt de meeste leefervaring, dus. Maar ik ben niet degene die... Nee, ik fake eigenlijk bijna nooit als ik ziek ben. Ik heb wel eens dagen erbij dat ik zoiets van, ik heb echt geen zin. Maar het moet, hè? Het moet. Nee, maar ik bedoel vroeger. Vroeger. Vroeger? Vroeger. Oh. Ik bedoel, jij bent een serieuze jongen, jij werkt tegenwoordig, maar... Ja, nou, ik werk al een tijdje. Ja, dat zeg ik tegenwoordig. Jos, is dat zo? Is dat zo? Volgens mij ben je gewoon werkloos. Ja, laatste keer dat ik checkte, toen probeerde je met te versieren voor geld. Ja, meerdere malen, maar dat had je niet door, toch? Ja, ik was gedrogeerd. Wat? Jerk. Potverdorie. Hebben jullie wol? Nee. Oké, ik ga wol halen. Of misschien ook wel, nee. Ik ga naar boven. Waarom hebben we wol nodig? Bedden. En wat hebben we aan bedden? Het bed werkt niet in Asus, Python. Maar ze wel voor de sier, toch? Nee, je kan ze niet eens plaatsen. Oh. Dat is een ender chest, kun je niet eens plaatsen. God, hoe moet ik het dan doen? Oké, ik weet al wat. Ik ga wel halen. Ik doe het wel met carpet. Ik vind het een leuke editie, Pontus. Ja, ik wil nog heel even de muur afmaken. Ik ben bijna klaar. Zullen we de torches nog wel ophangen? Ja, natuurlijk. Dan even een prachtige... Prachtige beginkamer hier. Ik vind het, dak vind ik nog lelijk. Vind ik echt oerlelijk. Nou, jezus, doe het normaal. Nee, even serieus. Dit dak is fucking achterlijk lelijk. Maar ik vind de muren en de hout vind ik nu wel passen. Tom, kom je nog even kijken wat je ervan vindt? Ja, je bent weg, hè? Ik ben net boven. Oké, jongens, dan bedanken jullie allemaal hartelijk voor het kijken naar deze tweede aflevering alweer. Of is het voor jou nummer 3 al? Voor mij is het nummer 2, hè? Zelfs jij. Voor deze tweede aflevering alweer van HCSNP Season 5. Of 1. Wow. Maar technisch gezien vind ik het gewoon 5 ook voor Jos. Ook is het de eerste. Yes. En voor mij ook. Dus jongens, hopelijk tot in de volgende aflevering. Tot die tijd. Ik ben Pontus. Ik ben Jos. Ik ben Tom. Tot de volgende keer. Doei. Dag hoor.